De jongste gemeente van Brabant wordt vandaag gekroond met een kroonbenoemde burgemeester. De eerste kroonbenoemde burgemeester van deze nieuwe gemeente. In het volle vertrouwen dat jij, gevormd door alles wat je tot nu toe gedaan hebt, klaar bent voor dit ambt, wil ik je nu graag in het ambt beëdigen als eerste kroonbenoemde burgemeester van deze prachtige nieuwe gemeente Altena. Dat is een bijzonder en mooi moment waarvoor ik je wil uitnodigen hier naar voren te komen en ik wil u verzoeken daarbij te gaan staan. Ik zweer dat ik, om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Ten slotte wil ik u danken voor alle mooie woorden en het vertrouwen dat daaruit spreekt. Ik zeg u toe dat ik alles in het werk zal stellen om dit vertrouwen te beantwoorden met optreden en daden die aan uw verwachtingen voldoen. Ik zie ernaar uit om de gemeente Altena en zijn inwoners, instellingen en bedrijven te mogen dienen. Ik voel dat als een eer en een voorrecht om dat te mogen doen. Daarvoor vraag ik uw steun als raad, college, de Griffie, de ambtelijke organisatie en vrienden, familie en mijn gezin. Maar bovenal bid ik om wijsheid en zegen tot hem, wiens steun wij alle nodig hebben. Ik dank jullie wel. Nu echt benoemd en de eed afgelegd als nieuwe burgervader van Altena. Hoe voelt dat? Heel erg mooi en dankbaar dat ik dit mag gaan doen. Ik ervaar de hele dag, jullie hebben me vanmiddag geïnterviewd als een warm bad. En ook de woorden waren hartstikke mooi. En daar ben ik dankbaar voor dat mensen daar het vertrouwen in uitspreken. Vertrouwen heb ik ook. En ik weet ook dat we elke dag, ook in dit ambt, dat vertrouwen moeten blijven verdienen. Dus dat ga ik ook doen. Morgen gaat de wekker. Dan begint gewoon de werkdag als burgervader van Altena. Ja. Komt u dan gelijk met de voeten in de klei of blijft u nog eventjes hoog in de wolken zitten? Ik ben een redelijk nuchter mens, dat werd ook vanavond wel gezegd. Dus ik sta morgen gewoon met beide voeten op de grond. Kom hier met veel plezier morgenochtend binnen en begin dan met mijn collegevergadering, de eerste. Dit is de nieuwe burgemeester. Oh, leuk. Ja. De eerste kroonbenoemde burgemeester van de jonge gemeente Altena. Dat is toch ook wel een kroon op een stukje fusietraject uiteindelijk? Dat denk ik wel. Ik denk dat, wat ik heel mooi vond vanavond, ik had natuurlijk in de krant gelezen over de ambtsketen die door bijdrage van heel veel mensen met zilver uit munten en lepeltjes een eenheid gesmeed heeft. Keten is een belangrijk symbool van de burgemeester, hè, met het rijkswapen en het wapen van de gemeente. Dus daar komt heel veel in samen, letterlijk. Dus ik denk dat jullie een grote felicitatie verdienen. Waarbij ik altijd meteen zeg, 1 januari wordt zo'n nieuwe gemeente gevormd. De kroonbenoemde burgemeester is de volgende etappe. Maar iedereen weet dat er daarna natuurlijk nog heel veel moet gebeuren om er echt een succes van te maken. Dat zal af en toe nog best eens met ups en downs gaan. Maar iedereen voelt dat de kracht die deze nieuwe gemeente ook voor Brabant betekent, echt heel erg de moeite waard is. Deze burgemeester is ook, dit is ook zijn eerste gemeente waar hij burgemeester wordt. Dat is toch wel redelijk spannend ook met een nieuwe omgeving. Nou, dat hangt er vanaf. Ik heb Egbert Lichtenberg uiteraard leren kennen in de gesprekken die ik voer met de kandidaten. En het is al lang niet meer zo dat je als het ware eerst 8 jaar ergens wethouder moet zijn om burgemeester te worden. Er zijn veel mensen die op een andere manier hun competenties in het openbaar bestuur of elders hebben ontwikkeld. En die daardoor zeer geschikt zijn voor het ambt van burgemeester. Nou, dat heeft uw gemeenteraad ook gezien. Dus ik ben erg blij met deze voordracht en uiteindelijk vanavond de bekroning. Er zijn altijd heel veel mensen die dit willen. Het kan er maar één worden en u heeft een verdomde goeie gekozen.